Korpers Samuel Auschwitz, Korpers Simon Mauthausen, Korpers Simon Sobibor. Onvoorstelbaar, al die namen. Dit is een van de 42 gedenkboeken waarin de namen staan van 125.000 Nederlanders van wie de laatste rustplaats niet bekend is. En elke dag wordt er hier in Loenen een bladzijde omgeslagen om hun namen in herinnering te houden. Na de oorlog begint de grote zoektocht naar de slachtoffers van de nazi's. Een wanhopige zoektocht, want waar moet je beginnen? In Bad Aarolse zetelt de internationale tracing service van het Rode Kruis. Die verzamelde door de jaren heen miljoenen gegevens van vervolgingsslachtoffers. In 2007 werd die database toegankelijk voor derden. En de stichting Oktober 44 uit Putten was de eerste die naar Duitsland ging. Er zouden nog vele bezoeken volgen. En 2 weken geleden was dat nog voor het laatst. Wij waren eigenlijk de eerste die hier kwamen, dus voor het NIOT in Nederland, voor het Rode Kruis, hè, die hier echt op bezoek kwamen. Dus wij waren eigenlijk met Stichting Oktober de eerste die hier ook ontvangen werden en ook in het archief geweest zijn. Dat was dus in 2007. We hadden in korte tijd ervoor alle namen van de slachtoffers van de razzia van Putten hier naartoe opgestuurd. We hebben hier 2 dagen ook onderzoek gedaan. Nou, dat kwam echt op je af. Er werden kasten opengetrokken met namen en persoonlijke bezittingen. Dat heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt. Daar kreeg je kippenvel van. Eerst hebben we dat onderzoek van Putten afgerond, want na die 2 dagen is dat verder gegaan. En ik moet ook zeggen, we hebben een fantastische medewerking gehad hier van de medewerkers hier in het ITS. Die hebben de lijst van ons gekregen en die hebben dus van al die mannen documenten opgezocht. En die hebben we fasegewijs elke keer toegestuurd gekregen. Dat heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd. Dus toen hadden we voor alle Puttenaren alle documenten in ons bezit. Dus we zijn hier wel een aantal jaren regelmatig geweest, soms wel 4, 5 keer in een jaar. En we kregen gewoon 5 portefeuilles mee met de spullen erin. En van Jacob van Winkoop, die man leefde nog. Dus we zijn uit Bad Aarolse vertrokken en gelijk naar zijn woonhuis gereden. En hebben daar diezelfde dag nog de spullen aan hem persoonlijk terug kunnen geven. En bij de anderen waren het echt familieleden. Die mensen leefden niet meer. Maar in de weken daarna hebben we dat ook gelijk allemaal bij de familie gebracht. En dat was heel bijzonder. Dat was later ook over. Toen kon dat niet meer. Wir haben die Ankerhöhe. Das ist so. Ja. Und wir haben den Bürgermeister von Rheinkirch. Ze zijn natuurlijk heel grondig, hè, de Duitsers. Dus alles werd in envelopjes gedaan en allemaal bewaard. Het ligt er nou nog 75 jaar naar de data. Weliswaar minder, maar er ligt nog heel veel. Domsle, Johannes. Ja, ja, mijn broer van Mopen. Dit zijn de originele. Waar je normaal niet in mag komen. Als je spullen gaat zoeken hier, de documenten, dus de papieren documenten, die worden gewoon naar aanvraag opgestuurd. En als er persoonlijke bezittingen zijn, dus portefeuilles of horloges, ringen, dan moet er wel een volmacht gegeven worden. Of de familie moet het zelf opkomen halen. Hè, of in ieder geval de volmachten opsturen en dan wordt het ook per post kan het toegezonden worden. Nou ja, het is natuurlijk belachelijk dat hier zoveel spullen in de lades liggen en dat je weet dat de familie in Nederland rondloopt. Toch? Na zoveel jaar. Denk ik van nou, dat moet toch beter kunnen. En in de toekomst wordt het zo dat je ook via het internet het kan gaan zoeken. Maar ze slaan niet alles fonetisch op, dus je moet zoeken onder verschillende namen. Wat je dan zoekt is namen
En uit Nederland natuurlijk. Maar de kunst is om het familie te vinden. Maar zoeken in de echte wereld is wel even iets anders natuurlijk. Maar op het moment dat je dan vindt wat je zoekt... Ja, dat is mooi, dat is bingo. Daar doe je het voor.